Vandaag nemen wij een kijkje naar de meest bizarre hackers in heel Fortnite. Ben jij nou ooit gekilled in Fortnite? Dan moet jij nu op dat blauwe duimpje omhoog drukken. Ook gift ik gratis skins weg aan jullie. Alles wat je ervoor hoeft te doen is te abonneren op mijn kanaal hier beneden en mij volgen op Instagram. Linkje van mijn Instagram staat hieronder in de beschrijving. En wil jij dus ook een gratis gift, net zoals J6T Gamer, dan moet je dus deze stappen nu voltooien. Ja, ik zit terug in de lobby. Top, top, top. Right, let op je scherm, ja? Ja. Oh. Dan ben ik ook wel benieuwd. Ja hoor. Hij heeft eindelijk de skin. Eindelijk heeft hij een skin. Gebruik natuurlijk ook code MEMEFART. Kun je Grieks IT in de Fortnite item shop. Als je mijn code namelijk gebruikt, krijg ik een klein percentage van het geld wat je uitgeeft terug van Fortnite. En met dat geld kan ik ontzettend veel nieuwe giveaways doen op dit kanaal. Als je mijn code dus gebruikt, zorg je er dus voor dat er meer giveaways komen. En is de kans dus groter dat jij ooit ook een giveaway gaat winnen. Daarna gekomen we de eerste clip en we hebben hier gelijk Faceclock en Tiefje. Wat de heck gebeurt hier? Ze vliegen mokken op de lucht in. Wat? Wat doet die ATK? Die ATK blijft ze maar de lucht in plug gooien of zo. Dit ziet er zo apart uit. Bam. En Facecloak is gewoon doodgevallen. En TeamView die stokjes van wat is hier gebeurd? Oh, dat is Dekker. Hij heeft Dekker gekild. Oh mijn god. Nee. En hij wordt alsnog gekild door dat karretje die ineens uit de lucht komt vallen. Oh mijn god, daar gaat TeamView. Right, we hebben hier Ninja. Ninja heeft dus ook te maken met een hacker hier in Frosty Flights. Er is wat raars in de hand in Frosty Flights. Want in Frosty Flights zijn moker veel hackers. En hij is ook gekild door een hacker. En Ninja, die zit van, wat is hier gebeurd? Right, en hier hebben we een andere grote streamer, namelijk Tim the Tatman. En hier zit iemand te spectaten. Die doet alsof hij heel erg noob is. Maar ineens gaat hij keihard rennen. Komt hij naar buiten, pakt hij zijn harde bij zijn scar. Hop, headshot 2, headshot 3. Wat de... freaking heck, hij raakt alles! Kijk dit dan! Check deze laser! Ik blijf maar versteld staan van al deze hackers die er dus vroeger in Fortnite zaten. Check dit dan! Allemaal op de berg, bam, bam, bam! Hij hits letterlijk allemaal. Alrighty, wat hebben we hier? We hebben hier iemand en die komt naar buiten gelopen. Daar komt de ATK weer. Hij heeft de hacker geboogiebomd. Hij heeft de hacker geboogiebomd! Oh my god, oh my god, gaat hij hem killen? Gaat hij hem killen? Ja of nee? Oh my god, oh my god. Hij gaat de hacker killen, hij gaat de hacker killen. Hij heeft de hacker gekild! Oh, en die hacker die lieft ook gewoon gelijk. Die denkt van, yo, weet je wat? Ik ben Z-card outplayed hier. I'm out here. Oftewel, ik maak dat ik hier wegkom. Daar hebben we weer een hacker. En hij gaat hem weer boekieën. Die hacker blijft de hele tijd terugkomen in die game. En hij wordt weer... Dit is precies dezelfde. In dezelfde game volgens mij. Hoe kan dat? Dit is nog steeds dezelfde game. En er komt hij weer. Wat? Hoe kan dezelfde hacker zichzelf laten respawnen in Fortnite? Dit is zo apart, maar hij blijft maar gekilled worden. Komt hij nu nog een keer? Het komt hij volgens mij. Hij is er nog een keer. Oh mijn god, diezelfde hacker is er nog weer. Hij kan maar gewoon blijven respawnen. Hij blijft maar gewoon terugkomen in dezelfde game. Hij zegt ook, ik heb dezelfde persoon 4 keer gekilled in 1 potje. Dat is natuurlijk onmogelijk. Behalve als je hackt. Oh my god. Oh my god. Wat? 1 iemand killt de hele game in 1 keer. En hij wint. Hoeveel kills heeft hij? 89 kills heeft hij ook. En hij zit onder de map. Onder Salty Springs. Goed zo. Report him. What do you mean? Hij report hem. En als reden geeft hij. Wat bedoel je? Oftewel, what do you mean? Hij wordt neergelezen. Dit is dezelfde guy als net. Dezelfde guy die net 4 keer gekilled werd. In 1 potje. En die guy is weer terug, de hacker. Oh, we hebben hier nu Tim the Tatman. Kijk uit. Wow! Wat gebeurt hier allemaal? Oh my god. Oké, die gaat de lucht in. Oké, wat gaat hij doen? Wat gaat er gebeuren? Deze guy die zit hier buiten. Check deze ATK. Hij vliegt alle kanten. Oh my. Hij jeet hem even de lucht in, jongen. Met een ATK. En hij valt dood. Epic cheats heet hij ook gewoon. Dan weet je gewoon dat het een hacker is. Hier in Fortnite Battle Royale natuurlijk. Alright, deze guy die gaat omhoog bouwen. Wat gaat hij doen? Gaat hij de hacker killen? Daar komt de hacker weer voorbij vliegen. Check dit dan. Kom hier, boy. Oh mijn god. Nee, die is dood. 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 Mighty M. Nee, die is dood. Allemaal gekilled door Epic Cheats. Alright, dat hebben we hier. We hebben hier iemand en die is aan de... Wow! Wat? Check deze aimbot. Dit is niet North freaking mouw. Gaat hij het weer doen? Gaat hij het weer doen? Hij schoot net wel weer, maar hij raakte niks. Maar net had hij iemand volgelaserd. Hij zit in zijn eentje op in het vliegtuig. Wat? De freaking hacker. We zitten hier iemand en die zit in Lazy Links. En wat gaat hij doen in Lazy Links? Hij gaat er aanval. Hij heeft wel wat materials. Hij heeft bijna alles max op het moment. Hij raakt heel veel met zijn minigun. Hij raakt echt mokerveel
Oh, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Daar gaan ze materials. Hij maait al zijn materials er zo doorheen. Is dat een hacker? Is dat een hacker? Oh my! What? Damn, this guy's talented. How does he do it? What? Hij zegt ook, wow, deze guy is heel erg getalenteerd. Hoe zou hij het toch doen? Maar heel sarcastisch zegt hij het ook. Want hij denkt ook van, ja, deze guy gebruikt zo'n harde aimbot met die minigun. Oh my god, wat is dit? Hij gaat niet dood? I'm shooting the guy that's not hurting him. Hoezo gaat hij niet dood? Hij wordt geraakt, hij wordt geraakt. Hoezo gaat die guy niet dood? Hoezo gaat die guy letterlijk niet dood als je erop schiet? Het hele team schiet op die ene guy. En hij gaat letterlijk niet dood. Maar andere mensen worden wel gekild. Uh-oh, daar gaan ze twee teammates al. Hij gaat erop af met de C4's. Hij gaat het dan maar eens proberen om hem op te blazen. Gaat dat lukken, ja of nee? Uh-oh. Werkt dat? Nee, dat werkt niet. Dat was mis. Oké, hij gaat in aanval. Hij raakt hem gewoon. Maar het raakt hem ook weer niet in de tussentijd. Wat? Oké, wat heb je hier? Weer iemand die aimbot gebruikt. Weer bij deze streamer. Deze streamer krijgt zoveel mensen die aimbot gebruiken. Wat? En hij geeft hem een applausje. Een heel sarcastisch applausje. Wow, wat getalenteerd ben jij. Lekker met aimbot de game winnen. Oh my freaking god. Ben jij ooit een hacker tegengekomen in Fortnite? Laat het dan weten hieronder in de reacties. We hebben hier weer FaceCloak en FaceTeefU op dat moment. Die allebei gelijk gekild worden door een hacker. En TeefU vindt het niet zo leuk als die gekild wordt door een hacker natuurlijk. Alrighty, wat hebben we hier? Oh, hij zit hier met een sniper. Maar waarschijnlijk zit hij te vechten tegen een hacker. Wow, wow, wow. Die hacker schiet door de muur heen. Wat? Oh mijn god. Die guy schiet letterlijk dwars door de muur heen, waardoor hij gekild wordt. Alrighty, wat hebben we hier? We hebben hier iemand en die heeft iemand gekild. Oh, en er ligt hier aardig wat loot, dat is lekker. En ineens valt hij dood. Oh my god, de hele game valt dood. Alrighty, we hebben hier King Richards. Oh, daar komt... Oh, nee, nee, nee. En hij gaat dood. Hij gaat dood. Oh my god, dit is in dezelfde game. Check dit dan, weer iemand die met een quad crasher iedereen aanrijdt, lijkt het wel. Dit is zo apart. Kijk, deze guy vliegt dan. Wait, he died! De freaking hack! Oké, dat was een hele aparte hacker, kan ik je vertellen. Alrighty, wat hebben we hier? We hebben hier iemand en die zit in een Port of Fortress. Er komt ineens een ETK uit de lucht gevallen. Wat de heck? Ineens bam, een ETK uit de lucht. Alsof het niks is. Alrighty, wat hebben we hier? We hebben iemand en die wordt Oh my! Wat? Die wordt neergelezerd. Allemaal, het hele team is in één keer bam, 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 neergelezerd. En deze guy heeft 35 kills. Hoe heeft deze guy 35 kills? Check dit, check dit. Hop, hop. Weer een kill erbij. Kill nummer 37. Oh my god, hij heeft ook 25 spectators. Die allemaal naar hem kijken. 37 kills heeft hij op het moment. Er komt een vliegtuig aan. En wat doet hij? Natuurlijk raakt hij alles uit het vliegtuig. Dit is zo naar. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Hij raakt dit alles met de minigun. Hij heeft ook iemand op de minigun. Uh-oh. Wat? Check dit dan. Disgusting. Wat? Dit is zo overpowered. Alright, Twitch aimbots on heet die guy ook echt. Maar wat zou deze guy doen? Hij heeft 26 kills op het moment. Hij ziet daar iemand uit de lucht. En natuurlijk raakt hij al zijn schoten. Oh my god, check dit dan. Gewoon uit de lucht. Bam, bam. En hij heeft de kill. En hij gaat erop af om even zijn loot op te halen. Oh nee, daar hebben we weer iemand met een quad crasher. TeefU heeft het ook al door. Uh-oh. Die guy met de quad crasher, die blijft tegen hem aanbeuken. Dit is toch onmogelijk? Dit is toch letterlijk onmogelijk om zo iemand te kunnen killen met een quad crush. En ineens vliegt hij de lucht weer in. En TeefU is dood. En hij is gewoon gelijk eliminated ook. Alrighty, we hebben hier iemand in het oude Greasy Grove. In de oude map van Fortnite. En vroeger waren er nog veel meer hackers in Fortnite, kan ik je vertellen. Check dit dan. Hij schiet gewoon een beetje door die boom heen. En hij maakt dan ook gewoon kills. Alrighty, wat heb je hier? But somebody, can somebody post like a definitive clip? Oké, hij zegt ook van ja. Wow! Wat? Check dit dan, check hoe snel deze guy kan hakken. Hij doet gewoon bam 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 bam. En hij heeft alle materials van de game letterlijk already. Oh, what? Oh my god, deze guy maakt moker veel kills door alleen een beetje rond te schieten. Hij aimt nog niet eens. Maar die aimbot gaat er gewoon gelijk. Bam bam bam, precies. Raak op alle mensen die hij tegenkomt. Alright, we hebben hier Cypher PK. En wat gaat er bij hem? Wow, wow, wow. Oké, hij is heel hard gelezen. Hij is heel hard gelezen. Hij is moker. Hij wordt moker uitgelezen. What? Dat? Freaking hack gebeurt hier! Check deze guy, check deze guy, check deze guy. Dit is een hacker, dit is een hacker, dit is sowieso. Kijk dit dan! Hij headshot alles! Oh mijn god! Oh my god, alrighty, wat hebben we hier? Uh-oh. Hoppakee, die was raak, hoppakee. Oh nee, die was niet. Wat vliegt die guy nou? Wat doet die guy allemaal? Die guy die raakt alles terwijl die vliegt! What the heck? Wow, 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 oké, hij heeft hem gekregen. What the fuck? Oh my god, hij raakt. Alles is goed. Hij mist letterlijk geen ene kant. Wat? En de hele game wordt gewoon in één keer bam eliminated. En deze guy heeft 75 kills. Terwijl hij ook onder de map zit.
onder Salty Springs. Wat is er toch met Salty Springs? Oh my god, Riley, wat heb je hier? Oh! De hele game wordt gekilled door Magneto. Oh my god, hoeveel kills zal deze guy wel niet hebben? Hij heeft gewoon letterlijk... Check al deze loot over hem heen! What the freaking heck? Wat gebeurt hier? Super aimbot hacker cross the map. Goed zo, thanks for helping. Hij zit ook te dansen met al zijn loot. Dit is zo'n grote hacker. Dat is niet nor freaking maal. Markie de mensen, dit was dan deze video. Ik wil jullie allemaal ontzettend erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je nou tof? Zo ja, klik natuurlijk op dat blauwe duimpje omhoog. En natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Klik natuurlijk op dat belletje naast de abonneerknop. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Laters.